Wil jij nou goedkope FIFA points kopen? Of nee, toch niet? Ik bedoel natuurlijk FIFA coins. Check dan fifacoinskopen.nl en gebruik de code UberQuinn voor jouw korting. Yeah! Hallo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag zit ik hier met deze dikzak. Het bek. En met mijn mooie haar. Het is namelijk zo, we spelen vandaag FIFA 7 en we gaan tegen elkaar. Ja. Ik ga winnen. Nee. En wie niet wint, die moet een challenge doen en die vertellen we even aan het eind. En die challenge is niet zo leuk. Dat heb je niet net tegen mij gezegd. Nee, hè? Maar dus dat vind ik niet echt leuk, hè? En ik kan niet zo heel goed bewegen met mijn hand en zo. Daarom deed hij het even net. En dat zag heel leuk uit. Want ik was gevallen. Denk ik of zo. Spier naar de touw weer. Poesie. Let's go. Dit zijn onze teams. Ik heb Classic XI, want ik ben slechter dan Quinn. En ik heb Frankrijk. Waarom? Weet ik niet. Laten we beginnen. Ik ga jou ownen en jij krijgt een kut challenge. Let's go. Maar weet je wat het leuk is? Als jij verliest, heb jij de kut challenge. Weet je wat het leuk is? Jij gaat niet verliezen. Pas. Oh, pas. What the fuck, die coins? Wat zijn dat, gast? Ik niet. FIFA coins. Ja, wacht, ik ga ook een coin pakken. Oh, mooie. Hier, voorzet. Wacht, ik pak. Er staat toch een bord voor? Die moet je eerst allemaal alle coins collecten. Pak jij de coins. Waarom pak je die coins niet? Oh. Jij bent toch blauw, jongen? Ja. Nu kan je niet scoren. Ja, bros. Pas dan, jongen. Ik ga gewoon beginnen. Jij bent zo slecht. Kijk, nu zie je al gelijk hoe slecht jij bent. Oké, daar gaan we dan. Dit wordt hem. Pogba aan de bal. Heel erg mooi. Goed gedaan. Maar dit wordt sowieso een leuk potje, want kijk, ik ben zo goed. Nee, dat is niet zo waar. Ik ben niet zo heel goed in FIFA 7. Ik heb nog niet zoveel gedaan. Zo, jongen. Koek. Bijna. Oh, mooie 1-2. Nou, Quinn, stel je... Oh, Quinn, stel je weer met deze. En als we het potje Black Ops tegen elkaar, ik ook nou. Oké. Boeien. Dat is toch weer een heel ander spel, gast. Ja, met jij iets. Spel. Hey, auw! Wil je niet? Ja? Wat gaan we doen? Gewoon, dit is mooi. Oh, ik ben doof. Dat is een mooi doelpunt. Ja, ik had nooit deze teamtje moeten zijn. Ik ben heel slecht. Ik ben zo ontiegelijk slecht, gast. Waarom paast hij nou eens? Kut. Ik slide je. Ja. Rode kaart! je mag geen classic sliden. Ik ben trouwens classic XI. Oh, dat heb je al verteld. Kijk hoe. Het kan hem niet schelen. Kijk hoe hinder. Wat is jouw instelling? Alles op 10.000 paas of zo. Ja, jij bent gewoon ontiegelijk. Grap. Dat is weer niet grappig. Nee. Je bent al aan het verliezen. Dan ga je nog wel in FIFA. Mees heeft vandaag gewoon een backflip gedaan, hè. Niet op de grond, maar wel op de trampoline. Dat is best vet. Hallo, Matuidi is niet sneller dan Veulen of Voelen of... Jij bent gewoon ongelooflijk slecht. Heel mooi driehoekje. Paas nou is niet zo... Ik haat mensen die paas vind ik zo hinderlijk, hè. Ja, maar dat is toch het spel? Voetbal is paas. Steamsport. Oh, good. Oh, sit down. Waarom slaat hij die weg? Boom. Boom, bijna. Jammer. Oh yes. Rennen. Sloom kut is het ook, hè? Die dubbel 4. Ja! Dat was ook gewoon echt een poepcorn, man. 1-1, gast. Ja, box. Lekker. Oh, kut. Ik was daar dat. Dat is wel werk. Ja. Oké, daar gaan we, ja? Ja, ga terugbazen. Man. Hier, Zico. Oh. Ik heb het gevoel dat Modric is. Ik weet niet waarom. Waarom heb je dat gevoel? Nee. Hallo! Loop eens door, joh, tering, oud jong. Nee. Als je gaat zetten, word ik helemaal lijp, hè? Penalty! Nee! Wees, praat je echt serieus? Ja, echt, ik vraag het niet. Hij geeft niet eens een kaartje, dat is toch geen penalty?
Als hij een... Wat is een penalty? Ik ben heel erg wel. Die was zo slecht. Het staat gewoon 2 mannen fucking 1, jongen. Durft echt niet. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Nee. Het is al bekend. Nee. Het staat 2-1. Let's go. Ik ga winnen. Oeh. Bam. Heel mooi. Maar al die tering Fransen, ik heb er niks tegen hoor. Het is allemaal zo snel. Nee, jij gewoon ongelooflijk slecht. Pogba. Als... Waarom klem je die kant boven? Nee, dat is moeilijk hoor. Nee. Oké. Okay. Ik kan niet serieus met jou spelen. Tweede paal! Ja, helemaal loco. Oh ja. Oh, dat had namelijk niemand verwacht. Verdediger. Dan niet. Ja, dat is inderdaad niemand. Kijk die mooie driehoekjes. Oh, een mooie spel bij jou. Heel erg fantastisch. Het enige wat ik doe is een paasje. Kruisje. Kruisje klik. Maar hij kan ook niet pasen, deze oude teringleiers. Pogba. Kijk. Oh, dat kunnen ze dan wel weer goed. Ik kan. Ze kunnen ook goed verliezen. Nee, jij bent gewoon slecht, gast. Het ligt helemaal niet aan die mannetjes. Die mannetjes zijn gewoon goed. Iedereen aankomen. Zo'n overtreding. Nee, hallo. Toch op de bal, die raakte de bal niet. Je raakte eerst mijn been. Jongen, ik wil gewoon niet verliezen. Maar ik ga niks met iets raars doen of zo. Nee, niet heel raar. Maar krijg zeker dat autootje tegen mijn harsjes aan. Ja, dus. Nee. Ja, echt wel. Payet, die kan heel goed schieten. Heel mooi. Fantastisch spel. Heel erg goed gedaan. Griezmann wint hij. Nee, natuurlijk niet. Maar wel Payet. Daarna. Payet. Boom. Ah, die was te zacht. Jammer. Ja, dat is weer Ik klik op kruisje. Fantastische paas, Mees. Mees is zo ongelooflijk goed. Oh, sit down. Daar ging je. Hoe doe je dat? Ja, daar ging je gewoon. Voor zeker weer vierkantje kruisje. Nee, daar ging je. Oh, Griezmann, wat doe je, joh? Ze kunnen ook echt helemaal niks. Nee, jij kan gewoon niet goed spelen. Maar ik... Oh, heel fantastisch hakje. Oh, fantastisch. Jammer, iets te vroeg ingezet. Ik ben FIFA 16, dat is beter. Ja, maar ik ben sowieso beter, dus. Jij speelt altijd van de FIFA 8. Nee. Oh. FIFA 2009, weet je nog met jou. Oh ja. Super. Ja, nou kijk. Het was FIFA 9, terwijl ik ben nog klein. Kut. Maar ik had een vrije trap vanaf de middenlijn. En ik schoot de bal, gewoon recht naar me toe, en de keeper deed zo. En toen dook hij eronder door. Maar in elk spel, moeten we even zeggen, EA, in elk spel is de keeper wel ergens slecht in. Behalve in dit spel. Ja, maar wat is hier eigenlijk nog slecht? Dat weet ik nog niet. Maar even serieus, er is altijd wel iets wat... Maar ja, je kan natuurlijk niet alles perfect maken. Maar bijvoorbeeld nu heb je een corner glitch, hè? Weet je die ook? Nee. Oh. Als je wat ik deed, hij doet met man aanspelen, weet je wel. En dan bijna op z'n allerhardst rond de 3-bar komt die tweede paal. En meestal staat daar iemand makkelijk. Oh, dus jij deed net een corner glitch. Ja. De eerste goal was voor mij een corner glitch. Daarom. Nee, shit. Dat was dom. Jammer. Dom. Doe een luier om. Dat was wel een leuk grapje, hoor. Ja, ik vind mezelf ook echt heel grappig. Oh, fantastisch uitgespeeld. Fantastisch uitgedaan. Kijk me niet aan. Kijk naar het scherm. Je bent zo slecht. Ah, oké. Okay. Kijk, het is best of 3. Dus stel, ik win het volgende potje. Dan gaan we dus echt niet meer. Jawel. Gaan we wel doen. Maar wel in de volgende aflevering. Ja, is goed. Maar ik win wel, dus. Maar als ik hierna win, dan win ik alles. Ik wil niet dat je tegen me praat. Oké. Nee, ik heb het dan. Nee. Paas lekker terug, joh. Ding dicht. Hij verneukt het toch. Waarom paas ik daarheen? What the fuck doet hij? Je bent zo goed. Ze hebben toch geleerd om te schieten vroeger? Nee. Deze, ja. Oh, die had je veel te vroeg ingezet. Wat een actie, jongens. En geweldige actie. Ik moet liever. Geweldig. Ik heb je mijn jantje gegeven. Kut. Je bent zo slecht. Deze is voor mij. Je bent zo hard geoond, hè. Ja. Hoe ga je dit in het volgende potje doen? Weet niet. Weet je, we spreken af, hè. De winnaar die moet een team kiezen met een ster minder als dat hij nu heeft. Oké, jammer. Stel ik was de winnaar, dan ik 4 sterren. Ja, was even billen knijpen dat, hè.
Nee, ik sta toch dik van. Ja, moei. Score, als je die... Kijk, we doen even na. Doe even na. Maar dan was het nog verder van de middenlijn, jongens. En dat deed zo. Oké, maar dan iets recht op het goal. En toen deed ik zo naar beneden. En die dacht ze van, fuck this shit aan man. Fuck this shit aan man. Koscielny, die kan heel goed schieten. Get out of here. Get out of here. I'm gonna shoot. I'm saying... Get out of here. Why are you running? Oh, prachtig doelpunt. Oh, fuck you. Ik tel voor 4 doelpunt. Nee, dat weet ik even niet. Die was een mooi. Als die om was zat, dan kwam het te laat. Nee, niet doorskippen. Ik wil het even zien. Jij het even lekker. In ieder geval, jongens. Ik heb gewoon gewonnen. Heel erg bedankt voor het kijken. Aflevering 2. Waar ik meest ga ownen met Ajax. En wat ga jij kiezen de volgende aflevering? Aan Adem. Oké, we gaan gewoon weg. Tot de volgende keer. Blauw duimpje zou tof zijn. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. FIFA coins kopen. Let's go. Woe! Wil jij nou goedkope FIFA points kopen? Of nee, toch niet? Ik bedoel natuurlijk FIFA coins. Check dan FIFA coinskopen.nl en gebruik de code UBERQUIN voor jouw korting. Yeah!